We lezen met elkaar uit Openbaringen, het 19e hoofdstuk, het eerste gedeelte van het hoofdstuk. Daar gaan we naar luisteren vanavond. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we lezen uit Lucas 18. Een gelijkenis van Jezus. U zult zo meteen wel horen waarom ik dit nu lees. En Jezus sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en de moed niet moet verliezen. Hij zei, er was in een zekere stad een rechter die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een weduwe in diezelfde stad en zij kwam voortdurend naar hem toe en zei, doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. En hij wilde een tijd lang niet. Daarna echter zei hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, toch zal ik, omdat deze weduwe mij lastig valt, haar recht doen. Opdat zij uiteindelijk niet komt en mij in het gezicht slaat. En de Heere zei, hoor wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij hen soms lang laat wachten? Ik zeg u dat hij hun met spoed recht zal doen. Maar zal de Zoon des Mensen, als hij komt, wel dit geloof op de aarde vinden? Het geloof namelijk dat God recht zal doen. Het voor die weduwe, oftewel voor zijn gemeente, met wie hij zich verbonden heeft, die hij, zoals de Bijbel zo mooi zegt, ontrouwd heeft, dat hij het voor haar op zal nemen. Over dat geloof, daar gaat het ook over in Openbaringen, althans, het geloof dat wordt vervuld. En vandaar dat er dan wordt gezongen. In het 19e hoofdstuk. En hierna hoorde ik een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggen, halleluja, de zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan de Heere onze God, want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. Omdat hij de grote hoer geoordeeld heeft die de aarde te gronde gericht heeft met haar hoererij. En omdat hij het bloed van zijn dienstknechten aan haar gewroken heeft. En ze zeiden voor de tweede keer, halleluja. En haar rook stijgt op in alle eeuwigheid. En de 24 oudsten en de 4 dieren, die wierpen zich neer, aanbaden God die op de troon zit en zeiden, amen, halleluja. En er kwam een stem uit de troon die zei, loof onze God, al zijn dienstknechten en die hem vrezen, kleinen en groten. En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen. Halleluja, want de Heere, de Almachtige God, is koning geworden. Laten we blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden. Want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. En hij zei tot mij, schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij, dit zijn de waarachtige woorden van God. En ik viel voor zijn voeten neer om hem te aanbidden. Maar hij zei tegen mij, pas op dat u dat niet doet. Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, die het getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God. Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie. Tot zover. Het thema voor vanavond is een loflied op het gericht, met daarachter een vraagteken en een uitroepteken. Een loflied op het gericht.
En we zingen nu eerst uit de 96e psalm. Want het volk van Israël heeft het wel aangedurfd, om het zomaar te zeggen. Om al zingend daarom te smeken, te bidden, dat God recht zou doen. Dat hij zou oordelen. Nee, niet uit een soort wraakzucht van henzelf, maar opdat het recht zijn loop zou hebben op de aarde. Israël heeft het aangedurfd en zingt ervan. De 96e psalm, het eerste, het zesde en het negende couplet. Wij zingen zometeen in aansluiting op de verkondiging
gezang 220 uit de bundel Zingend Gezegend. En is het goed om nu vast even te zeggen, bij het vijfde couplet staat Gods gezicht, maar dat moet Gods aangezicht moet dat zijn. Dat is niet zo heel moeilijk te onthouden, want dat zingen we meestal. Gods aangezicht. Anders kom je ook niet uit. Gemeente van Christus, broeders, zusters, een loflied op het laatste gericht. Dat is waar dit gezicht mee inzet. Vanuit de hemel hoort Johannes een jubel. Halleluja! De zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan de Heer onze God. Want, ja, wat is de reden? Dat er zo wordt gejuicht, gejubeld, want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. Nee, God slaat er maar niet een slag naar. Doet maar niet zo wat in de ruimte, zoals een moeder soms kan doen, weet je wel, als je kind bent. Zomaar een slag naar slaan, een tik geven terwijl je niet hebt verdiend. Zweet maar half. Of, dat heb je wel eens onder broertjes en zusjes. Dan heeft die ander echt een gemeenigheid uitgehaald, maar ze heeft het maar half door. Nou, ophouden nou. Nou, dat is weer net te weinig. Bij God niet. Waarachtig en rechtvaardig. Het klopt. Niks te veel. Niks te weinig. Zijn oordeel, zijn gericht. Op maat. Naar de maat van de ongerechtigheid. En laat dat maar gerust met aan hem over. Daar hoeven u en ik zich niet in te mengen, mee te bemoeien. Hebben wij trouwens geen idee van hoe dat zit bij God. Eén ding is heel zeker. Het is reden om te jubelen, te juichen. God doet recht. Een kind kan er ook blij van worden. Als je vader of je moeder daarin eerlijk is. Toch? Niet leuk, straf. Maar als je kunt herinneren dat het eerlijk was, nooit zomaar in het wilde weg, dat ze er een slag naar sloegen, hoe dan ook. Ja, dat zo'n vader, zo'n moeder, als hij of zij me onder handen nam, dan klopte het. Was het wel verdiend. Nou, dat is God ten voeten uit. Maar dan nog even anders. Dat begrijpt u wel. Maar wel goed. Reden om van te zingen, te juichen, te jubelen. Hij doet niet zomaar wat. Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. Nu. Ja, dat staat erbij. Wie is er dan geoordeeld? Nou, die waarvan we al eerder hoorden. Zij, weet u wel, de grote hoer, Babylon. Dus het had van de mens, los van God en van God los. Waar alles wordt gedaan, gedacht, geloofd, de zonde niet op kan en voor God geen plek. Daar en dat. Die lachte om God, smaalde, geoordeeld, onder handen genomen door de hemel. Zij die de aarde te gronde richtte met haar hoererij, haar eindeloze afval, verleiding, op duizend en één manier. Grof en beschaafd. Want je kunt op allerlei manieren te grazen worden genomen, dat begrijpt u wel. Als het maar van God afleidt, je maar niet bij hem terecht komt. Maakt verder niet uit of het dan linksom gaat of rechtsom. Als je maar verliest aan dit of dat.
daar je hart aan geeft. En God uit het zicht verdwijnt, buiten beeld raakt. Zijn liefde. Je hart niet krijgt. Nou, het is goed gelukt. Zo staat hier, de aarde te gronden gericht met haar hoererij. Te gronden gericht, ja. Dat duistere spel van die vrouw, die hoer. Die met van alles in zee gaat, met alle mogelijke goden. Van geld en macht. En van nog veel meer. Die haar spelletjes speelde met de wereld. Die verleidde tot van alles en nog wat. Van een luchtige flirt tot het grofste onrecht. Met maar één doel. Kapot maken. Kapot. Alles moet kapot. Al het goede. In het klein, in het groot. En sowieso al wat uit God is, dat moet de nek om worden gedraaid. Letterlijk en figuurlijk. Ze heeft een hoop kapot kunnen maken. Met haar roerarij de zaak te gronden gericht. Zoveel dat je denkt, God, doet u er nog eens wat aan? Ik hoor ineens die weduwe uit dat verhaal. Die rechter, die wordt op den duur bang van dat mens. Heb je het gelezen? Die weduwe, wat maakt zo'n weduwe nou klaar tegenover een rechter? Hij wordt er bang van op den duur. Hij zegt, ik ga haar nu maar recht doen, want zo meteen dan haalt ze een keer uit en slaat ze me recht in het gezicht. En weet u met wie die onrechtvaardige rechter wordt vergeleken? Ja, het is Jezus die het doet dus. Ik zou het niet zo gauw gedaan hebben, maar Jezus doet het met zijn eigen vader. En die weduwe, weet u wie dat is? Nou, dat is die achtergebleven is op aarde toen hij ging. Jezus. Dat is zijn bruid, zo gezegd. Nou ja, allerlei beelden zijn daarvoor. Alleen is ze achtergebleven. Hij ging heen. Als een weduwe. Nou ja, en een weduwe in die dagen. Ja, die stond er alleen voor. Die kon zomaar onder de voet worden gelopen. Kon allerlei onrecht worden aangedaan. Mooi is dat zij die weduwe in dat verhaal, dat zij niet zelf zich wreken gaat op wie haar onrecht heeft gedaan. Dat mens is, zo te horen, voor niks en niemand bang, zelfs niet voor die rechter. Ze blijft aankloppen. Ze laat zich zomaar niet wegjagen. Echt, een vrouw met een rechte rug, lijkt mij. Maar één ding doet ze niet. Had ze makkelijk kunnen doen, volgens mij. Zelf haar recht halen. Wie haar onrecht had aangedaan. Nou ja, weet ik het. We kunnen vergiftigen of zo. Of iemand inhuren, weet je wel. Doe jij dat even voor mij? Knap jij dat karwei op? En voor wat hoort wat? Of zo, nou ja. Je kunt je er allerlei scenario's bij indenken, maar dat doet ze niet. Ze gaat naar die rechter toe. Bij hem zal ze haar recht halen, via hem. En dat is Gods gemeente. Nee, iedereen die dat vergelijkt met de jihad en zo, die wraakpsalmen uit de Bijbel, die heeft er niets van begrepen. Die heeft de klok horen luiden, maar die weet niet waar de klepel hangt. Want in de Bijbel zijn het niet de gelovigen die zelf wraak gaan nemen, een heilige oorlog gaan voeren, uitroeien wat niet gelooft wat zij geloven. Nee, nooit. Ze gaan tot hun God. Daar gaan ze hun recht halen. En ze blijven net zo lang roepen, aankloppen, totdat hij hen recht doet, het voor hen opneemt. Zal God dan geen recht doen? Ja, wis en waarachtig. De vraag is, zal hij dit geloof nog vinden op de aarde? Dat roept om recht. Dat van God recht verlangt. God, ik word onder de voet gelopen. Wij. Wat beginnen wij? Wat beginnen wij in deze wereld? Niks.
En we gaan onszelf niet wreken. Nee, zolang de aarde leeft, zullen wij voor de wereld bidden. Bid voor wie u vervolgen, dat is de weg van Jezus. Dus laat u nooit aanpraten dat het christelijk geloof ook allerlei elementen in zich heeft van een jihad en zo. Flauwekul. Onzin. Gods gemeente roept om recht bij God en laat het hem doen. Ja, en ze roept. Ze roept zo dat Jezus zei, zo, die rechter krijgt het gevoel, straks haalt ze uit. Zo kan die gemeente roepen, de hartstocht in de psalmen. God, sta op en nu gaat u wat doen. God die bang wordt voor zijn eigen bruid, snap je? Zo wordt er geroepen. Een apart. Zal hij dit geloof nog vinden op de aarde? Dit geloof, niet het geloof in het algemeen. Dat zal hij heus wel vinden, echt wel. Want hij blijft aan het werk tot op de laatste dag. Maar dit geloof, dat zegt God, u doet een keer recht. Dat niet zegt, ja, dat is toch ook wat van dat laatste gericht. Nee, die daarom roept en die zegt, het moet. Als u waarachtig bent, als u rechtvaardig bent, dan zult u een keer optreden, rechtzetten, wreken, oordelen. Het kan niet zo zijn dat al dat bloed, de zongende van die psalm, mensen die hun sporen trekken met hun bloed. Nee, ik ga ze vandaag niet benoemen. Want misschien zit het allemaal wel veel dichterbij dan IS en zo. Je hebt ook witte bordencriminelen. Keurige meneren en aardige mevrouwen die over lijken gaan. Het zit veel dichterbij allemaal. Het zit om je heen. Als je niet oppast, zit in je eigen hart. Je bent niet zomaar alleen toeschouwer van het oordeel over een ander. Pas maar op. Je bent eerder partij van de hoer en haar hoererij dan je zelf geloven wilt. Godzijdank is er vergeving. Terwijl jij misschien soms ook om te veroordelen bent als God zou opstaan en recht zou doen. Of niet? Godzijdank is er vergeving. Altijd bij hem geweest, dat ook. Die rechter is tot op de dag van vandaag ook je redder. Je Abba nota bene. Gelukkig maar. Maar intussen, ja, geroepen wordt er wel. Geroepen om recht. Het is de weduwe tegenover de hoer. En wie zal het winnen? Nou, die hoer, die lacht zich slap. Die lacht zich een ongeluk. Denk jij dat jij het winnen zal? Moet u zich voorstellen, wij hier in de Noorder. Dat aan ons het laatste woord is in Amsterdam, kom op zeg. Ja, en toch zal hij dit geloof vinden op de aarde. Dit geloof. Nee, niet dat aan ons het laatste woord is, maar aan hem die ons heeft lief gehad. En wie wij toebehoren. En dan val je nu niet op, wie ben je nou als weduwe toen in de samenleving? Die zag je over het hoofd, maar toch. En dat zij roept, is er zo'n kracht. En dat maakt dat er op een dag recht geschiet. Ja, en nu begrijp ik het ineens, toch? Of niet? Dat als het dan gebeurt, dat er wordt gejuicht, gejubeld. Daar heb je nou op gewacht. Die vrouw, je kunt je niet voorstellen dat ze dan denkt, nou ja, dat is ook wat, dat hij nu recht doet. Nee, zingend, jubelend, juichend, als er recht wordt gedaan op een dag. Vandaar, halleluja, de zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht, zij onze God. Want we dachten dat er niks meer van terecht zou komen, dat hij het er ook bij liet zitten. Zo kan het lijken, hè? God als een onrechtvaardige rechter. Raar beeld, maar zo kan het wel lijken.
Eén die je niet ziet en die jou niet hoort en die je gewoon maar aan je lot overlaat. En je kunt aankloppen wat je wilt, maar het doet er niks aan. Zo kan het lijken. En toch, nee, toch niet. En daarom, halleluja, eindelijk. Trouwens, ik weet niet of je het weet, maar die roep om recht, die is er niet alleen op aarde. Zal die op aarde vinden? Ja, dat is de vraag. Maar die is er sowieso in de hemel. Openbaring 6. Moeten we eens even opzoeken. We hebben natuurlijk al hele tijd hebben we dat geleden ook gelezen. Dus ik kan me voorstellen dat u dat niet meer helemaal helder hebt. Openbaring 6. Dat het in de hemel wordt geroepen om dat recht. Dat is geen vraag. Daar gebeurt het. Want dan ben je zo dicht bij Christus. En dan sta je zo aan de andere zijde, zo gezegd, aan de zijde van God. En dan zie je het vanuit dat hemels perspectief, vanuit het perspectief van God en Christus zo scherp, recht en onrecht. Dat daar als vanzelf wordt geroepen. Ga maar naar Openbaringen 6. Vanaf het 9e vers. En toen het lam het 5e zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het woord van God. En omwille van het getuigenis dat ze hadden, ze waren zelf slachtoffer geworden. Heel letterlijk. Eraan dood gegaan aan hun geloven. Nou, dan wil je wel roepen om recht, hoor. Kijk, als je er nog over kunt filosoferen en theologiseren, of dat wel klopt en zo, en of dat wel kan, en of dat niet tevreden is, en of je zo wel over God kunt spreken, en of dat wel combineert met zijn liefde. Ja, ja, dat kan allemaal zo gezellig onder ons, met een wijntje erbij. Maar je zal gedood zijn omwille van je geloof. Nou, dan wil je wel roepen om recht. God, doet u er nog eens wat aan? Staat u nou nog eens een keer op? Je zou hem bijna in het gezicht slaan. Toch? Ze riepen met luide stem tot in de hemel toe. Ja, ze kunnen niet meer ophouden met roepen. Er wordt in de hemel één gebed nog gebeden. Eén gebed wordt nog gebeden. Welk gebed? Dit gebed. Tot hoe lang? En dan hoor je de hartstocht opnieuw. En de felheid. Tot hoe lang? Heilige en waarachtige heerser. Dan doen ze een beroep op. U bent toch waarachtig en u hebt het toch voor het zeggen. Oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen. Jawel, ze hebben hun leven lang voor hen gebeden. Ze zijn onder de voet gelopen en ze hebben zich niet gewroken. Ze hebben gebeden, Vader vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen. Maar er zal een keer recht geschieden. Het zal niet zo zijn dat het onrecht het laatste woord heeft. En daar roepen ze om. Maar niet wij, het is aan u. Het is niet aan ons. Hoe lang oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen. En aan ieder van hen, dat is mooi hè. In dat roepen, in dat schreeuwen, in die hartstocht. En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. Dat is mooi. Dat is zo'n verrassend antwoord. Hij hoort hun roep. Hij zegt, weet je wat, ik ga jou vast aankleden als overwinnaar. De overwinning is nog niet zo ver, maar we kleden je vast aan. Een kind kan het begrijpen. Je gaat naar een verjaardag toe, een feestje. En je moeder doet je mooie kleren al aan. Ik zal jou eerst mooi aankleden, daarna mezelf. Dan loop je al soms zomaar een paar uur in die mooie kleren. Zijn voor het feestje bedoeld, niet voor thuis. Maar toch. Dat God, weet je wat? Natuurlijk ook een belofte, hè? Want als jij eenmaal die mooie kleren aan hebt als kind, dan weet je, nou, we gaan zeker naar het feestje toe. Kijk maar, ik ben er al op gekleed. Het gaat zeker naar de overwinning toe, dat is het voorlopige antwoord. Weet je, ik ga je vast aankleden. Duurt nog even. Dat laatste gericht, dat oordeel. Het komt eraan. Ik kleed je er vast vooraan, met een wit gewaad. Klinkt mooi. En tegen hen werd gezegd dat ze nog een korte tijd moesten rusten, nog even wachten. Wanneer gaan we? Wanneer komt het? Even wachten nog. Totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders. Ja, dat sta je dan weer versteld van. Die evenals zij gedood zouden worden.
volledig zou zijn geworden. God ziet het nog een poosje aan, maar hij ziet het wel. En zij daar in de hemel zijn er vast op gekleed. Begrijpt u dat als het dan zover is dat de jubel doorbreekt, dat komt niet uit de lucht vallen, die jubel hier. Dat komt als vanzelf. Je kunt niet anders dan zingen. Halleluja, de zaligheid, de heerlijkheid, de eer, de kracht zij aan de Heere onze God, want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. Nu hij, ja, eindelijk voor ons in het krijt treedt en die hoer geoordeeld heeft en het voorbij is met al haar hoererij waarmee zij te gronden richtte, kapot maakte. Dat onrecht, die zonde, dat geweld, dat kwaad, dat alles, in het klein, in het groot. Dat zij ons de nek omdraaide, het zwijgen oplegde. Eindelijk kan de jubel doorbreken. Nog een keer. Ja, halleluja, zo klinkt het. Haar rook stijgt op in alle eeuwigheden. Het gaat op in rook. Al die arrogantie, al die trots. Aangrijpend, zonder meer. Toen ik hier heen ging vanavond en ik liep door Amsterdam, ik reed, moet ik zeggen, want bij hoge uitzondering heb ik de auto meegenomen, dus toen dacht ik, wat ga ik nou zeggen vanavond? Ik ga iets zeggen wat je eigenlijk niet kan maken. Meen ik. En zolang ik hier sta aan deze kant van de streep, dan kan ik het ook niet. Kan ik niet gaan roepen, halleluja. De hele boel gaat straks in rook op, al die trots en arrogantie om me heen. Kan ik nog niet zeggen, ik moet nu bidden. U ook trouwens. Zoals Jezus heeft gedaan. De desnoods aan lijden, eraan kapot gaan, eraan doodgaan. Desnoods. En doorbidden, tot je laatste snik. Maar er komt een dag. Nee, ik kan er nog niet helemaal goed bij. Ik kom er nog niet helemaal in mee. Dat geeft ook niet. Dat gaat ook niet. In het hier en nu. Maar toch, halleluja. Ik hoop dat je het volgen kunt. Daar gaat het wel naartoe. Naar een loflied. Overigens, ja, dat is toch apart. Een stem uit de troon, zo staat erbij, die kwam en die zei, looft onze God al zijn dienstknechten, u die hem vreest, bij de klein en groot. Blijkbaar wil de hemel toch dat wij door het zuchten en bidden heen toch al mee gaan zingen. Israël heeft dat gedaan. We hebben het net gedaan met die 96e psalm. En er zijn rijen psalmen van. Als je daar eens op zou gaan letten. Rijen die zingen van dat recht van God. Waarom gebeden en gesmeekt wordt. En dat doorbreekt en dat God doorzet. En het werd gezongen in het hier en nu. Terwijl Israël, ja, te midden van de volken vaak aan het kortste eind trok. En recht, als het om rechtvaardig ging, dan was het helemaal een en al ellende. Gezien door God. Maar de rest die keek op je neer tot in Israël toe. Stelletje stommelingen. Om God zo te vrezen. Zelfs in Israël werden ze niet begrepen. Gij die God vreest, klein en groot. Je voelt je soms zo, ja, zo onbegrepen, niet gezien. Begin maar te zingen. Nee, je gaat jezelf niet wreken. Je blijft in gebed, maar intussen zing je. Je zingt Gods toekomst tegemoet. Jij bent niet de loser. En suffert
en stommeling. Je bent Gods beminde, gekende, begenadigde. Hij heeft je ondertrouwd. Zing er maar van. Hij neemt het voor je op. Het Nieuwe Testament zingt in lijn met Israël erin mee. Paulus zong, midden in de wereld van toen, dat Romeinse Rijk. Zoveel machten, zoveel krachten. En hij werd zelf ook keer op keer onder de voet gelopen. Hij schrijft aan die gemeente van Korinthe. En het was maar een handjevol ook daar. Maar toch, hij schrijft, nu, Christus is opgewekt. Wie die jou mee de dood innam, hij stond op. De eersteling uit de doden. En dat belooft wat? Dit. Dat hij uiteindelijk alle vijanden de baas wordt. Met dat hij dood en graf en zonde en hel achterliet, de baas werd. Hij wordt het de baas, alle vijanden. Alles wat nu ons onder de voet loopt, hij zal het onder de voet lopen. Alle vijanden onder zijn voeten, tot en met de laatste toe de dood. En dan blijft alleen het leven over. Nou, dat is wel om van te zingen, vind je niet? Dat is toch wel om vast van te gaan zingen. Psalm 21, die doet dat. Dat gaat ook trouwens in die psalm over een koning in Israël. Maar het zingt toch verder in die psalm. We zingen hem vaak op Pasen, de 21ste. Het doet denken aan hem die opgestaan is, eeuwig leven heeft. Uw sterke hand, zo zingt dat lied, zal onverwacht al uw haters. Even goed luisteren, vinden. En, het is om te huiveren, maar toch, het kan niet anders. En in uw wraak verslinden. En dan moet ik hem even opzoeken, want dan weet ik de tweede helft ineens niet meer. En die hoort er wel bij. Uw rechterhand zal eens met kracht vernielen en verslaan hen die uw rijk weerstaan. Het gaat niet over mijn gelijk en ongelijk, maar over het zijne. En dat is het mijne. En dan zingt het door, vanuit die werkelijkheid, vanuit die verwachting. Verhoog, o Heer, uw naam, uw kracht. Zo zal ons vrolijk zingen, door lucht en wolken dringen. Zo wordt uw heerschappij en macht door ons nog eeuwenlang geloofd met psalmgezang. Zie je? Die dingen die hier staan, die komen niet uit de lucht vallen. Daar is de Bijbel vol van. Ja, en als het zover ook niet zou komen, dan kun je de bruiloft ook vergeten natuurlijk. Door het gericht heen komt de bruiloft. Hoort bij elkaar. Zo staat het hier ook. Nou, ik zal hem maar even doorpreken, want u kunt toch nog niet naar huis. Die bruiloft, die kun je ook vergeten. Want die bruiloft die komt door dat gericht heen. De bruiloft van het lam. Nu is het nog roepen en wachten. De strijd is nog niet gestreden. Christus strijdt zijn strijd op deze aarde. In doodsnood, zo zei ik u al een keer eerder met de woorden van Pascal. In doodsstrijd is hij tot het einde van de tijden. Maar op een dag, dan komt die beslissende slag. Dan is het gedaan, voorbij. En dan komt hij als overwinnaar, zogezegd, uit de strijd. En dan wordt het zomaar bruiloft. Vanuit de strijd, als overwinnaar, gaat hij de bruiloft vieren met zijn bruid. Zie het voor je.
Jezus, onze held zo gezegd, die gewonnen heeft, wereldwijd. En die is het die jou trouwt. Wat een man, zou ik zeggen. Toch? Je zal zo'n man hebben, zeg. Goeiedag. Nou, die heeft de bruid, zo'n man. Die zo uit de strijd komt en dan zegt, en nou gaan we trouwen en bruiloft vieren. De bruiloft van het lam. Ja, nou, dan gaan ze nog veel luider zingen. Het is hier al een beetje lawaai, maar wat Johannes heeft gehoord, dat was nog veel meer. Ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte, als een gedruis van vele wateren en als een geluid van vele donderslagen. Het zou mooi zijn als dat er nu ook nog even bij zou komen. Hè? Ja, maar dat... Nou, het begint nog te lekken ook hier achter me. Maar dat, het is niet meer te houden. Dat hoor je erin, hè? Dat hoor je. Ja, allemaal gezien? Het is niet meer te houden. Het geluid van vele wateren. Van zware donderslagen. Halleluja. Het is uit één mond van die ontelbare scharen. Halleluja. Samen met hem de liefde vieren. Voor eens, voor goed. De strijd erboven, alle tranen voorbij. Het verlangen vervuld. Samen met deze held aan het bruiloft en maal. En hoe ziet zij eruit? Nou, om door een ringetje te halen. Ik zei het al, ze was er al op aangekleed, dat witte gewaad. Maar nu komt er nog wat overheen, dat staat erbij. Het fijne linnen. Wat is dat? Nou, een Joodse bruid, die had een soort onderkleed en daaroverheen een heel fijn geborduurd ander kleed. Had ze zelf geweven door de jaren heen. Dat onderkleed, dat krijg je van hem. Heeft hij voor gezorgd. Hun kleed wit gemaakt in het bloed van het lam. Hij zorgt voor de overwinning. Maar de versiering, die is voor haar. Staat erbij. Wat zijn dat? Dat zijn de rechtvaardige daden van de heilige. Elke dag een draadje, geborduurd. En daar word je mee bekleed. Dat van hier en nu, dat gaat niet... Allemaal in een zak naar het leger des heils. Dat wat hier en nu geborduurd is voor hem. Elke dag een draadje, misschien wel een stuk of twee, drie. Wie zal het zeggen, op een goede dag. Rechtvaardige daden van liefde. Die niet was verdiend. Van geduld, waar de ander het niet naar had gemaakt. Van barmhartigheid. Terwijl die ander het verspeeld had. En van nog zo heel veel meer. Prachtig kleed geborduurd. Je wordt ermee omhangen. Ja. Het wordt niet vergeten. Ten diepste is het Gods eigen werk. Door de kracht van zijn geest. En hij kleedt jou ermee. En zo zit je daar dan. Dankzij hem. Je held. En jij voor hem. Versierd. Je bent mijn liefste, zegt hij. Nou, zegt zij, jij bent het voor mij. Amen.